Hi, welkom bij deze video en in deze video gaan we het hebben over 3 vaardigheden van succesvolle ondernemers. En voordat we ingaan op dit onderwerp en op de 3 verschillende vaardigheden, is het allereerst heel belangrijk om te bepalen wat is eigenlijk een succesvolle ondernemer. Want het woord succes is voor iedereen, heeft voor iedereen een eigen betekenis. Dus het zou zomaar kunnen dat voor jou iets anders betekent dan voor mij en voor weer een andere persoon betekent het weer volledig iets anders. Wat ik in deze video bedoel met succesvolle ondernemers zijn ondernemers die impact maken. Dus dat wil zeggen dat ze veel mensen bereiken, dat ze veel mensen op een diep niveau kunnen helpen, dat ze een beweging kunnen creëren en uiteraard idealiter dat ze daar zelf uiteindelijk ook een goed inkomen aan overhouden. Hè, zodat je een win-win situatie creëert. Nou, goed, wat zijn dan de 3 vaardigheden? Dit zijn 3 vaardigheden die ik zelf eigenlijk bij praktisch alle succesvolle ondernemers heb herkend. En waar ik zelf ook de afgelopen 10 jaar, bijna 10 jaar dat ik inmiddels zelf als ondernemer werk, veel mee aan de slag ben gegaan om deze vaardigheden onder de knie te krijgen en ze uiteindelijk te meesteren. Nou, de eerste vaardigheid is wat ik zie als het stukje aandacht pakken. Je bereik vergroten, je boodschap kunnen verspreiden en kort samengevat aandacht kunnen pakken. Het wordt ook wel eens genoemd verkeer genereren. Met verkeer wordt dan bedoeld het aantal bezoekers op je website bijvoorbeeld. Dus het kunnen genereren van enthousiasme, het kunnen genereren van aandacht uiteindelijk. Nummer 2 is conversie. Dat is van iemand die nog geen idee heeft wie je bent, iemand uiteindelijk zover krijgen dat hij een klant van je wordt. En nummer 3 is productcreatie. En als je deze 3 vaardigheden, als je in staat bent om aandacht te pakken, om de mensen waarbij je de aandacht hebt, om die te converteren totdat ze uiteindelijk klanten zijn, en als je enorm waardevolle producten maakt, dan kan het bijna niet anders dan dat je uiteindelijk een heel succesvol ondernemer wordt, omdat je daarmee in staat bent om gigantisch veel mensen te helpen. Nou, de volgorde is 1, 2, 3. Aandacht pakken, conversie, productcreatie. Alleen in deze video wil ik in omgekeerde volgorde met jou door deze vaardigheden heen lopen. Waarom? Omdat hoewel een klant natuurlijk bij 1 begint, een klant komt je eerst tegen, je hebt eerst de aandacht te pakken, dan uiteindelijk wordt die klant geconverteerd en dan uiteindelijk dan maakt die klant gebruik van je product. Alleen wat ik heb gemerkt is om voor jezelf een visie te creëren is het vaak fijner om te starten met stap nummer 3. Dus voor krachtige productcreatie, wat ik heb gemerkt wat ondernemers onder de knie hebben die heel goed zijn in het maken van waardevolle producten, is dat ze allereerst heel erg bewust zijn van wie is mijn ideale klant. Dat ze hun ideale klant heel goed leren kennen, zodat ze het product wat ze maken exact kunnen laten aansluiten op de wensen en behoeftes van die ideale klant. Dus hoe beter je jouw ideale klant kent, hoe meer waarde je uiteindelijk kan geven in jouw producten voor jouw ideale klant. Nou, wat ik daarin zelf heb gedaan, ik heb gewoon voor mijn ideale klant heb ik letterlijk een foto gepakt. Ik heb mijn ideale klant een naam gegeven, die naam is dan Alex. En ik heb vervolgens een hele beschrijving gegeven, zodat ik exact weet van hey, als ik het tegen mijn ideale klant heb, dan heb ik het tegen deze persoon. Nou, wat verder nog meer waardevol is om die productcreatie zo waardevol mogelijk te maken, is om ook te focussen op een specifiek probleem. Om een specifiek probleem op te kunnen lossen. Dat maakt dat je product heel erg gericht is en dat je zelf ook echt de focus kan hebben om zoveel mogelijk waarde te leveren in dat product. Nou, uiteindelijk zijn er natuurlijk allerlei verschillende soorten producten. En de een zegt, hey, ik maak liever een videoproduct, een videocursus. De ander zal liever een boek schrijven of misschien geschreven teksten als product aanbieden. De ander zal iemand persoonlijk helpen als coach of als consultant. En de ander heeft een service die die aanbiedt. Misschien een marketing service of misschien als kapper of als wat voor service je dan ook aanbiedt. Dus het product kan heel erg van elkaar verschillen. Alleen wat een heel waardevol uitgangspunt is, is om bewust te zijn van hey, wie is de persoon die ik hiermee help, zodat je je daadwerkelijk kan verplaatsen in jouw ideale klant en vervolgens ook echt kan focussen op wat is het specifieke probleem dat ik hiermee oplos. En één hele waardevolle les die ik zelf tientallen keren heb moeten leren de afgelopen jaren en waar ik vooral de afgelopen jaren steeds meer bewust van ben geworden als ondernemer is een principe wat Stephen Covey beschrijft in zijn boek The 7 Habits of Highly Effective People. En dat is seek first to understand
and then to be understood. Kijk, heel veel ondernemers, myself included, heel veel ondernemers zijn artiesten. Hè, die willen graag maken wat hun creativiteit ze ingeeft. En zo heb ik de afgelopen jaren tientallen verschillende producten gemaakt, omdat ik gewoon een heel creatieve bron van inspiratie had. Ik had allerlei ideeën en dit wil ik maken en dit wil ik maken en dit lijkt me gaaf en dit lijkt me tof. En sommige van die dingen sloten heel goed aan. En sommige van die dingen bleek uiteindelijk dat niemand er echt op te wachten zat. Dus waar ik heel erg achter ben gekomen en wat je ook heel vaak hoort als advies, maar op de een of andere manier, hè, soms heb je dat, hoor je het tientallen keren, maar op de een of andere manier doe je het gewoon niet. Wat het advies vaak is wat gegeven wordt, is zorg ervoor dat je eerst vragen stelt. Dat je eerst je klantenlijst of je mailinglijst vragen stelt over, hey, wat zou je eigenlijk willen? Waar zou ik jou blij mee kunnen maken? Waar zoek je specifiek naar? Welke problemen loop je tegenaan? En dus dat is iets waarvan ik echt zou zeggen van, hey, als je op dit moment start als ondernemer, start dan met inventariseren. Gewoon zoveel mogelijk van jouw ideale klanten leren kennen en vragen stellen. Waar zoek je naar? Wat is een uitdaging waar je echt tegenaan loopt, waar je enorm blij van zou zijn als je daarvan af bent? En uiteraard, hè, voor veel ondernemers zijn zelf hun eigen ideale klant. Of in ieder geval, dat waren ze een paar jaar geleden. Dus dan kun je natuurlijk ook voor jezelf in gedachten teruggaan naar, hey, hoe stond ik er toen in? En waar liep ik toen tegenaan? Wat waren de obstakels die ik toen tegenkwam? Zodat je je daar heel goed in kan verplaatsen en een product ook echt kan laten aansluiten op de persoon die jij toen was. Dus dat is het stuk productcreatie. En hoe meer je daarvan bewust bent van, hey, wat is het probleem wat ik oplos? Wat is de oplossing die ik daarvoor creëer? En dan is vervolgens is eigenlijk de stap is om zoveel mogelijk resultaat te creëren. Om zoveel mogelijk daarop te focussen. He, dus wat kan ik doen om zoveel mogelijk mensen ook echt naar een bepaald resultaat toe te helpen? En daarbij, als je daarop focust, dan zal je uiteindelijk merken dat je bijna vanzelf die testimonials kan creëren, die uiteindelijk weer voor stap 2 heel erg handig gaan zijn. Dus dat is het stukje productcreatie. Kortweg, je wilt focussen op je ideale klant. Je wilt een specifiek probleem oplossen, of in ieder geval met een specifieke oplossing komen voor iets waar mensen tegenaan lopen, of een bepaald belangrijk droom of doel wat mensen hebben. Je wilt eerst begrijpen, eerst luisteren, vragen waar mensen behoefte aan hebben en dan pas iets creëren. En uiteindelijk wil je focussen op resultaat. Mensen helpen aan een bepaald resultaat en uiteindelijk dat resultaat kan je gebruiken voor stap 2. Dus als we naar stap 2 gaan of vaardigheid nummer 2, de conversie, dan is het daarvoor wat ik heb gemerkt. Ondernemers die heel erg succesvol zijn in het stukje conversie, die heel goed zijn in het in beweging kunnen zetten van iemand die nog geen idee heeft wie ze zijn, naar uiteindelijk een blije, enthousiaste klant, is allereerst het kunnen creëren van een onweerstaanbaar aanbod. Wat ik keer op keer heb gemerkt, is een van de belangrijkste stukken als ondernemer is dat je een onweerstaanbaar aanbod hebt. Dat wil zeggen een aanbod wat zo goed is dat jouw ideale klant eigenlijk gelijk zoiets heeft van, hey, oké, maar wacht, hier kan ik eigenlijk geen nee tegen zeggen. Dit klinkt gewoon zo goed. Als ik dit niet zou doen, dan zou ik eigenlijk mezelf in mijn voet schieten op dit moment. En een onweerstaanbaar aanbod kan van alles zijn. Het kan een gratis lead magnet zijn, een gratis meditatie of een gratis checklist of iets anders. Maar het kan ook je product zijn. Jouw product waarin je bijvoorbeeld een aantal bonussen aanbiedt of een aantal extra tools aanbiedt, waardoor het uiteindelijk onweerstaanbaar is. En zo goed is dat mensen denken van, wauw, hier kan ik uiteindelijk geen nee tegen zeggen. Een ander stuk wat belangrijk is als conversie is positionering. Positioning in het Engels. En wat bedoel ik met positionering? Daarmee bedoel ik dat je jezelf neerzet of je product neerzet en dat je het daarmee duidelijk maakt dat dit de oplossing is voor het probleem of obstakel waar mensen tegenaan lopen. Nou, dingen die kunnen helpen bij positionering zijn dingen zoals testimonials of misschien bepaalde bekende mensen die jouw product, die lovend zijn over jouw product, of resultaten die je al bereikt hebt met jouw product, dat je daar voor jezelf metingen van doet, hè, zodat je kan laten zien en jezelf kan positioneren of je product kan positioneren als, hey, dit is iets waar ik mensen mee kan helpen. Nou, als je daar nog moeite mee hebt, als je nog zegt van, ja, ik weet nog niet zo makkelijk of ik mezelf echt kan positioneren, kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Of je hebt je product nog niet aan genoeg mensen laten zien, je hebt nog niet genoeg mensen de kans gegeven om daarmee resultaat te behalen. Of het is een stukje
intern waar je jezelf in de weg staat. Dat je jezelf het niet waard vindt of jezelf niet die autoriteit durft te geven. En ons zelfbeeld staat ons heel vaak in de weg om daadwerkelijk naar buiten te treden en daadwerkelijk ons echt in onszelf te geloven wanneer we iets vertellen of wanneer we iets aanbieden. Dus positionering is nummer 2. Een ander eigenschap of een ander aspect van conversie, wat ik zie bij ondernemers die heel goed zijn in het kunnen brengen van iemand die geen idee heeft wie ze zijn naar een blije klant, is het kunnen gebruiken en het kunnen begrijpen van funnels. Als je geen idee hebt wat funnels zijn, funnels is eigenlijk het idee dat je mensen stap voor stap helpt vanaf het punt waar ze geen idee hebben wie je bent, naar het eerste stuk waar ze tegenaan lopen, dat je ze met misschien een lead magnet of iets heel laagdrempeligs een stapje verder kan helpen, naar je volgende product, tot uiteindelijk het meest exclusieve product waar je mensen de meeste waarde mee kan geven. En het kunnen begrijpen van funnels is eigenlijk, als je funnels echt snapt, dan is het een beetje zoals dat je, als je zou gaan daten, als je vrijgezel bent, dat je begrijpt dat je op een eerste date je date niet ten huwelijk gaat vragen. Je begrijpt van oké, we gaan het heel rustig stapje voor stapje opbouwen. We zorgen dat we allebei comfortabel zijn. Dat er de kans is om elkaar te leren kennen zonder dat er te veel druk op staat, zonder dat dat allemaal te snel hoeft te gaan. En dat we dat gewoon relaxed en rustig kunnen aanpakken. Dus dat is het idee van een funnel. Dat je mensen helpt op het stapje van waar ze nu aan toe zijn. En niet te snel te ver wil gaan, maar tegelijkertijd gewoon mensen kan helpen op datgene waar ze nu tegenaan lopen. Dus het goed kunnen begrijpen van funnels is een onderdeel van het stukje conversie. Nou, vervolgens is het ook belangrijk als het gaat over conversie. Uiteraard heb je jezelf te verkopen. Je hebt je product te verkopen. En daarvoor zijn tientallen of honderden duizenden boeken zijn er geschreven over salesprincipes en verschillende tactieken en strategieën. Een aantal krachtige boeken zijn bijvoorbeeld Influence, Invloed van Robert Cialdini, waarin hij jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de meest krachtige principes van invloed. Dus over het stukje conversie is er waanzinnig veel wat je kan leren. En wat ik heel erg heb gemerkt en wat voor mij een hele waardevolle vraag is om te stellen, is altijd dit. Ik hoorde het laatst van Joe Polish, de creator van de Genius Network. Dat is een groep waar ondernemers bij elkaar komen die heel veel impact hebben, die heel erg succesvol zijn. En hij zei dit. Hij zei, vraag jezelf altijd af, am I in the transaction business or am I in the relationship business? Dus wat hij hiermee bedoelt is het volgende. Kijk, conversie, dat is een bepaalde transactie. Dus voor conversie heb je bepaalde dingen te doen, bepaalde salesprincipes te integreren om mensen te enthousiasmeren om je product te kopen. Alleen tegelijkertijd heb je daarin een balans te vinden. Want aan de ene kant heb je de transactie, dat is belangrijk om daar een stukje focus op te hebben. Maar aan de andere kant heb je de relatie. En je zou in extreme zou je al die salesprincipes kunnen afvuren en daardoor zou je de relatie kunnen verliezen. En dat is zonde, want uiteindelijk in mijn ogen is die relatie uiteindelijk veel waardevoller dan enkel en alleen die transactie. Dus je hebt daarin een balans te vinden. Als je alleen maar op de relatie zit, dan heb je een hobby en dan is het geen bedrijf meer wat je hebt. Maar als je alleen maar op de transactie zit, dan is het korte termijn succes. Dan is het nu heel veel klanten en over een week of over 2 weken wil eigenlijk niemand ooit meer iets van je horen. Dus vind ook die balans daarin. In hoeverre, als het gaat over het stukje conversie, in hoeverre zit ik op de transactie en in hoeverre zit ik op de relatie? Dat is vaardigheid nummer 2, de conversie. En als we dan gaan naar vaardigheid nummer 1, het stuk waar mensen je leren kennen, dan is het aandacht pakken, ook daarvoor zijn een aantal verschillende stukken. Allereerst gaat dit vaak over content, het creëren van content. En content kan op allerlei verschillende manieren zijn. Sommigen zijn heel goed in het bloggen, sommigen zijn heel goed in video's maken, sommigen zijn heel goed op Instagram, anderen op YouTube, anderen op Facebook. De kanalen die kunnen verschillen. En ik ken ook een heleboel ondernemers die heel veel impact maken, die heel erg succesvol zijn, die helemaal niet zoveel organische content maken, maar bijvoorbeeld alleen maar adverteren. Een advertentie is ook een stukje content. Dus je kan op allerlei verschillende manieren kun je content creëren. Er zijn enorm veel kanalen om dat te doen. Maar er zijn wel een aantal basisprincipes die vaak daarin terugkomen die heel goed kunnen werken. Allereerst is een stukje, dat noemen ze vaak clickbait.
En clickbait is een hele interessante. Hè? Clickbait wil eigenlijk zeggen het kunnen aantrekken van een klik. Hè? Dus het kunnen creëren van een titel of een afbeelding bijvoorbeeld. Hè? Als het gaat over YouTube, een sexy titel kunnen hebben en een aantrekkelijke afbeelding kunnen hebben. Dat noemen ze dan clickbait, zodat mensen eerder daarop klikken. Nou, ook daarin wil je natuurlijk altijd die balans houden tussen ben ik in de transactiebusiness of ben ik in de relatiebusiness. Want als je, hè, we kennen allemaal die voorbeelden van extreme clickbait waar allerlei valse beloftes gedaan worden die vervolgens niet waargemaakt worden. Daarmee verlies je de relatie. Maar aan de andere kant, als je, hè, je wil mensen wel uitnodigen, je wil mensen wel enthousiasmeren om te kunnen klikken. Dus dat is het eerste stapje. Bij het creëren van content is vaak, oké, hoe zorg ik ervoor dat mensen überhaupt klikken, dat ze me überhaupt te zien krijgen. Hoe ik dat trouwens zie, als ik clickbait gaat dan niet alleen over bijvoorbeeld de titel, maar het gaat ook over, Russell Brunson noemt het je hook, hè, de haak die je als het ware uitzendt. En hij zegt ook van, dat kan alles zijn. Het kan een plaatje zijn, maar het kan ook zijn dat je aan het begin van een video, als je bijvoorbeeld een video maakt, dat je een grapje maakt in het begin. Of dat je even helemaal gek doet. Of als je een blog schrijft, dat je in het begin een grapje maakt. Of wat het dan ook is. Dat kan allemaal, kan dat een stukje clickbait zijn. Het kan allemaal mensen motiveren om meer te kijken en verder te kijken. Nou, een ander aspect van het kunnen pakken van de aandacht, een heel krachtig aspect daarvan, is storytelling. Succesvolle ondernemers zijn vaak heel goed in het vertellen van verhalen en het op die manier kunnen enthousiasmeren van mensen. Sterker nog, ik train zelf heel veel sprekers, ik leid heel veel sprekers op om succesvol hun boodschap over te brengen. En wat ik eigenlijk altijd zeg is, storytelling is misschien wel de meest waardevolle vaardigheid die je als spreker kan leren. Wanneer je effectief verhalen kan vertellen, dan kun je daarmee je publiek in beweging zetten, kun je daarmee mensen enthousiasmeren. En natuurlijk als ondernemer ben je standaard, ben je ook een, ja, ofwel een spreker of een schrijver, maar je hebt in ieder geval verhalen te vertellen. Om daarmee je klanten te inspireren, de aandacht te pakken. En het is niet voor niets dat als je op de televisie kijkt of als je Netflix aanzet of een ander kanaal opent, dat er praktisch altijd verhalen verteld worden. Right? We worden in series gezogen omdat er constant verhalen verteld worden waar wij enthousiast over kunnen zijn. Dus storytelling is daarin een heel krachtig principe. Een ander principe als het gaat over de aandacht kunnen pakken is bijvoorbeeld samenwerkingen. Het goede nieuws is, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. En ik heb bijvoorbeeld zelf, heb ik de afgelopen jaren, heb ik heel veel video's in mijn eentje gedaan. Nou, daarmee heb ik een bepaalde aandacht kunnen genereren. Wel heel tof, uiteindelijk alsnog meer dan 1,7 miljoen weergaven op YouTube bijvoorbeeld kunnen krijgen. Maar soms vraag ik me wel eens af, als ik echt met mensen heel veel samenwerking had aangegaan en met publiek had gedeeld, hoeveel meer weergaven had dat dan kunnen opleveren. Dus samenwerking is een hele krachtige. Ik heb het wel zo nu dan toegepast, maar voor mij heb ik daar wel, had ik daar nog meer mee kunnen doen de afgelopen jaren, bijvoorbeeld. En dat is trouwens, daar komen we later nog verder op, maar je hoeft niet in alles een expert te zijn, right? Je hoeft niet al deze dingen extreem tot in de puntjes onder de knie te hebben. Het gaat erom dat je een focus aanbrengt en in bepaalde vaardigheden heel erg goed wordt. Nou, laatste wat ik je wil delen als het gaat over die aandacht pakken, is het volgende. En dat is ook iets wat ik zelf van Russell Brunson geleerd heb. En dat is, hij spreekt altijd over, is het verkeer, hè? Traffic, het aantal bezoekers op je website bijvoorbeeld, of op je YouTube kanaal of op andere social media platformen. Is dat verkeer wat je als het ware leent? Hij noemt het dan traffic you earn. Of is het verkeer dat je owned, wat je bezit? En het verschil is dit. Kijk, als ik bijvoorbeeld op YouTube ben, hè, dan krijg ik daar, nou, ik heb op dit moment iets van 8000 abonnees. En elke video wordt daardoor een bepaald aantal keer bekeken. Wat we de afgelopen jaar, vooral in 2020, veel hebben gezien, is dat als YouTube het niet eens is met wat je zegt, dan zeggen ze poef en dan ben je weg. Dus dat betekent, hè, ze kunnen je hele kanaal verbannen, ze kunnen alle video's verwijderen. Dus dat betekent dat als je hele business gebouwd is op, oké, ik ga super waardevolle video's maken, zoveel mogelijk abonnees krijgen. Dat betekent dat als YouTube op een gegeven moment zegt van, nou weet je wat, we veranderen vandaag onze policy, we zijn het niet meer, we vinden je eigenlijk helemaal niet meer tof. En die boodschappen die jij uitzendt, ja, wij zijn het er niet mee eens, poef, dag dag. En je bent weg. En je hele business gaat in één dag in rook op. Dus daarom zegt Russell Brunson, onder andere zegt altijd van, hey, je wil verkeer, wil je als het ware zo snel mogelijk converteren naar traffic you own. En dat wil simpelweg zeggen dat je bijvoorbeeld een e-mailadres van iemand hebt.
Want als je via jouw e-mailcampagnes, als je mailtjes kan uitzenden, dan weet je zeker dat iedereen dat mailtje in ieder geval krijgt. Kijk, niet iedereen opent het mailtje. Hè. Uiteindelijk wordt vaak maar iets van 5 of 6% van de mailtjes worden überhaupt, of daar wordt op geklikt. Meestal 20, 30% wordt geopend. Hè. Dus niet alles wordt per se geopend, niet alles wordt gelezen. Maar jij hebt in ieder geval zelf de controle. En dat is een heel belangrijk verschil. Want als je afhankelijk moet zijn, er zijn genoeg voorbeelden geweest de afgelopen jaren dat bijvoorbeeld advertentiekosten ineens verdrievoudigd worden. Of dat platformen ineens zeggen van, hey, vandaag op Facebook ook de afgelopen jaren, organische reach, organisch bereik was ineens, tjak, weg, finished. Dus het is heel waardevol om en te leren hoe kan ik zoveel mogelijk mensen bereiken. En social media en advertenties kan natuurlijk een heel mooi platform zijn. Als je goed wordt in het uitdragen van je boodschap, het overbrengen van je boodschap. Om daarmee heel veel mensen te kunnen bereiken, heel veel mensen te kunnen inspireren. Maar tegelijkertijd wil je zo snel mogelijk gaan van, oké, ik ben te gast op dit soort platformen. Naar, hey, hier ben ik, hier heb ik meer controle. Hier kan ik bepalen of mensen mijn boodschap te zien krijgen of niet. Dus je creëert met een mailinglijst bijvoorbeeld, creëer je uiteindelijk als het ware je eigen platform. En ze zeggen heel vaak in de marketingwereld, zeggen ze, your list is your business. Oftewel, je e-maillijst is het meest waardevolle onderdeel van je bedrijf. Nou, uiteraard zijn er andere varianten op. Je kan ook een messengerlijst creëren en dat soort dingen. Die kunnen ook heel erg goed werken. Tot nu toe is e-maillijst nog het meest veel gebruikte. Maar je ziet wel dat e-mails veel minder geopend worden dan de jaren daarvoor. Dus het kan heel waardevol zijn om naast je e-maillijst ook bijvoorbeeld een messengerlijst of andere lijsten te creëren. Maar in de basis is dit waar je op wil focussen. Het kunnen pakken van de aandacht, het kunnen converteren van die aandacht naar uiteindelijk dat mensen enthousiaste klanten worden. En het kunnen leveren van zoveel mogelijk waarde aan jouw ideale klanten. Nou, daaruit uiteindelijk idealiter, als mensen super enthousiast zijn, dan gaat het vervolgens weer terug, want dan refereren ze weer andere mensen. Jouw ideale klanten worden ambassadeurs, die weer andere mensen uitnodigen om uiteindelijk ook bij jouw klant te worden. Dus het wordt, uiteindelijk komt het in een soort van stroomversnelling als je dit proces goed onder de knie hebt. Nou, wat ik je daarnaast ook wil meegeven is dit. Je hoeft niet in alles een expert te zijn. Je hoeft niet in alles de allerbeste te zijn. Je kan met mensen samenwerkingen opzoeken om dingen bijvoorbeeld samen te doen. Ik ken sommige ondernemers die zijn fantastisch goed in het pakken van de aandacht. En dat wil niet zeggen dat ze per se niet in de andere dingen ook goed zijn. Maar sommige ondernemers zijn gewoon zo waanzinnig goed. Die hebben duizenden of honderden duizenden views op verschillende social media kanalen. En die zijn daar gewoon echt fantastisch in. Ik ken andere ondernemers die zijn fantastisch goed in het stukje conversie. En die hebben daar echt een uitmuntend stukje in te pakken. En andere ondernemers die zijn heel goed in het creëren van producten. En alle drie op zich kan heel erg waardevol zijn. Alleen je hebt een combinatie te vinden. Kijk, als je alleen maar heel goede producten creëert, ja, dan heb je iemand anders nodig om het stukje conversie en aandacht te doen. Want enkel en alleen een goed product, wat niemand ooit kan vinden. Ze zeggen altijd van ja, een goed product verkoopt zichzelf. Is niet helemaal waar. Helaas zijn er tientallen, honderden, duizenden ondernemers zijn erachter gekomen dat ze failliet zijn gegaan na een heel goed product te hebben gecreëerd, waar vervolgens niemand van te horen had gekregen. Dus een goed product verkoopt zichzelf niet. Het kan wel helpen, een product wat op een sexy manier gecreëerd is, kan wel helpen om makkelijker het proces te maken, natuurlijk. Alleen als niemand ervan weet, dan is de kans ook heel klein dat mensen er gebruik van zullen maken. Dus uiteindelijk wil je, als je zelf heel erg goed bent in producten creëren, maar niet zo goed bent in conversie en verkeer genereren, wil je of die twee onder de knie krijgen, of je wil zeggen, ik zoek iemand anders die daar wel heel erg goed in is. Als je heel goed bent in het stukje conversie, dan kun je zeggen van oké, ik zoek een affiliate deal van iemand anders waarvan ik enthousiast ben over de producten die zij gemaakt hebben. Dan ga ik die producten aanbieden en ik werk bijvoorbeeld met iemand samen die het verkeer voor mij kan genereren. Of ik ben zo goed in conversie dat het me niet eens uitmaakt. Dat ik gewoon heel makkelijk heel veel geld kan investeren in advertenties omdat ik toch zo goed kan converteren dat het uiteindelijk rendabel is en uiteindelijk winstgevend is. Of dat je zegt, hey, ik ben zo goed in het creëren van verkeer, dat ik uiteindelijk andere mensen zoek om daar in het stukje conversie te zitten, of om de producten te maken,
Of misschien dat je zegt, joh, ik ben zo goed in het genereren van verkeer dat ik niet eens goed hoef te zijn in conversie. He, ik ken genoeg ondernemers die hebben fantastisch veel bereik en die hebben een sales page of een lead page, een landing page die er eigenlijk helemaal niet uitziet. Maar ja, omdat er zoveel bezoekers op zijn, zullen ze alsnog veel klanten krijgen. Dus je hoeft uiteindelijk maar, je hoeft niet alles tot in de puntjes te meesteren. Dat is hetgene wat ik je wil meegeven. En wat ik je daarnaast nog meer wil meegeven is, succesvol ondernemerschap doe je ook op de lange termijn. Dus kijk niet naar hoe kan ik in één keer zo snel mogelijk verkeer genereren en alles zoveel mogelijk converteren en dan klaar. Nee, kijk hoe kan ik die relatie goed houden tijdens het proces. Hoe kan ik terwijl ik verkeer genereer, terwijl ik die conversie goed maak en terwijl ik ideale producten maak, in elke stap van het proces, hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen blij en enthousiast zijn? Nou, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld hoe ik dat zelf toepas. Uiteraard op bijvoorbeeld op YouTube. Hè, het pakken van de aandacht is mijn doel, zoveel mogelijk waarde te genereren. Vervolgens conversie. Hè, dat gebeurt bij mij bijvoorbeeld veel tijdens webinars. Mijn insteek voor een webinar is altijd dit. Ik doe de eerste anderhalf uur alleen maar waarde geven. Tips, strategieën en sommige van die webinars heb ik tientallen keren geoefend om de waarde in die anderhalf uur te maximaliseren. Het is een soort van mijn I have a dream speech. Gewoon het beste van het beste wat ik in anderhalf uur kan geven. Of een uur en een kwartier. En pas daarna bied ik mensen aan om een volgende stap te nemen. Dus het toffe is, aan het einde van de webinar, of mensen nou wel of niet gebruik maken van het aanbod, 9 van de 10 mensen zijn waanzinnig enthousiast. 9 van de 10 mensen zeggen, wauw, ik heb enorm veel waarde gehad, alleen al uit je webinar. En hoe tof is dat? Vroeger was het zo, oké, mensen gaan adverteren ergens op internet, en iedereen vindt het irritant, behalve de mensen die kopen, want die zijn uiteindelijk van hun probleem af. Maar hoe tof is het als jouw marketingmateriaal zo waardevol is, dat een deel daarvan koopt en de rest eigenlijk zoiets heeft, hey, ik heb superveel geleerd. En dan is het mooie, dan denk je echt op de lange termijn. Want dan kun je gaan kijken naar, hey, hoe kan ik de relatie met mensen opbouwen, zodat ze uiteindelijk misschien over een jaar of kopen of ambassadeur worden of gewoon heel blij zijn. Want dan vergroot je uiteindelijk ook daarmee jouw impact. En ook dat komt uiteindelijk wel weer op de een of andere manier bij je terug. Goed, ik hoop dat je iets gehad hebt aan deze video. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat jouw meest waardevolle les is geweest. Dus laat in de reacties hieronder eventjes achter wat is voor jou de meest waardevolle les die je hieruit hebt geleerd. En daarnaast wil ik je ook wijzen op het volgende. Binnenkort doe ik een webinar waarin ik exact onthul hoe ik webinars doe. Dus wat ik je net vertelde, ik ga je gewoon helemaal in die strategie meenemen hoe je inderdaad zoveel mogelijk waarde kan creëren als jij een webinar doet of een presentatie. Je kan het ook op het podium doen of op andere kanalen. Maar ik neem je stap voor stap mee in de 4 verschillende principes die ik gebruik voor conversie. En dat is de introductie, de content, de transitie en de call to action. Nou, in de beschrijving hieronder zal ik je de link voor die webinar met je delen. De titel van deze webinar is hoe je presentaties gebruikt om jouw impact te vergroten, jezelf als expert neer te zetten en daarmee razend enthousiaste klanten en ambassadeurs aan te trekken. Dus dat is ook waar we in die webinar op gaan focussen. Hoe je dat stukje nummer 2, die conversie, hoe je dat kan toepassen terwijl je tijdens het proces klanten en ambassadeurs en fans creëert. Goed, als je daaraan mee wilt doen, klik op de link die je hieronder in de beschrijving vindt. Dan zie ik je bij de webinar en hoe dan ook wens ik jou vandaag een fantastische dag toe. Ik hoop dat jij met je onderneming jouw dromen kan verwezenlijken en mensen kan gaan inspireren om meer uit zichzelf te halen. Tot de volgende keer.